Difrax. Let's grow. Veel baby's willen niet alleen zuigen tijdens de voeding, maar ook als ze al genoeg gedronken hebben. Baby's hebben nu eenmaal een sterke zuigbehoefte. Vaak steken ze hun eigen duim of vingers in hun mondje om op te sabbelen. Duimzuigen heeft als nadeel dat het een slechte invloed heeft op de vorm van de mond en de ontwikkeling van het gebit. Daarnaast is het makkelijker om een kind het zuigen op een fopspeen af te leren dan het duimzuigen. Je kunt dan zelf bepalen of en wanneer je jouw kind een fopspeen geeft en wanneer je hem weer weghaalt. Bijvoorbeeld als het kindje slaapt of speelt. Waarom Difrax fopspenen? Difrax fopspenen zijn ontwikkeld in samenwerking met tandartsen. De mondstukjes zijn smaak- en geurloos en van veilig siliconenmateriaal gemaakt dat niet vervormt. Het schildje is helemaal bisphenol A vrij. Ook is er gekeken naar de vorm van de fopspeen. Het neusje van het kind wordt vrijgehouden door de vorm van de inkeping aan de bovenkant. Tevens zorgen de inkepingen aan de zijkanten voor voldoende lucht onder het schildje en dat voorkomt huidirritatie. Difrax fopspenen zijn er in mooie kleuren en designs. Dental of combi? Hiermee bedoelen we het zuiggedeelte van de fopspeen. Deze zijn er in twee soorten, de dental en de combi. Ieder kind heeft zo zijn eigen voorkeur voor een fopspeen. De dental fopspeen stimuleert de ontwikkeling van het gehemelte, tong en kaakspieren. Het bolle gedeelte van het mondstuk, zuigdeel, komt tegen het gehemelte en het stuk drukt tegen de tong. De combi lijkt op een tepelvorm en is door deze herkenbare vorm geschikt in combinatie met borstvoeding. Het mondstuk van de combi fopspeen is bol, waardoor er geen boven- of onderkant van de speen is. Difrax heeft 5 modellen ontwikkeld. Tot 2 maanden welk ook geschikt voor prematuren. 0 tot 6 maanden, 6 tot 12 maanden, 12 tot 18 maanden en 18 maanden en ouder. Het mondstuk kent verschillende diktes. De extra sterke fopspeen is bijvoorbeeld helemaal massief. Maar welke fopspeen neem je nu eigenlijk? Difrax heeft voor elke leeftijd de juiste fopspeen. Er zijn inmiddels zoveel soorten fopspenen dat het begrijpelijk is dat je niet altijd weet welke voor jouw kindje geschikt is. Kijk voor een schema op www.difrax.nl voor de juiste keuze.